En ik ben weer live. Ja, ja, welkom dames en heren bij alweer een gloednieuwe match. Vandaag livestream nummer 84, Helmond voor FC Twente. Ja, het was jammer, maar ja, toch kan ik alles streamen wat ik wil. Maar ja, weet je, Helmond voor Twente is geen wedstrijd die ja, in het teken staat van. Maar voor mij is het op zich nog wel een hele belangrijke wedstrijd. Maar ja, Twente, Helmond Twente. Oké, het is leuk, maar ja, het is toch wel Helmond, die moet je gewoon afmaken. Ja, hij doet goed, top. Hey jongens, welkom allemaal. Iedereen weer van harte welkom natuurlijk bij mijn stream. En ja, we gaan nu naar Helmond Twente. Ja, het is een wedstrijd die ik niet heel erg hoog inschat en zeker niet, maar voor mij is het altijd wel fijn. Helmond Twente natuurlijk, hè. Ja, en Twente daarentegen heeft ook op zich wel redelijk goede kansen om vandaag gewoon makkelijk te winnen. En iedereen denkt van Helmond gaat een gelijkspel pakken tegen Twente. Nou, nee. Daar ga je. Wat zijn dat? Goed. Dus ja. Ik ben benieuwd, jongens. Like en abonneer. En doe je dingen. Doe je ding. Of. Het Twente uitvak. Het uitvak van Twente zit natuurlijk. Van Helmond Sport zit helemaal vol met Twente supporters. Zeker. 400 kaarten zijn er verkocht. En ja, het is natuurlijk wel tegen Twente. Je speelt niet zomaar tegen een of andere Jupiler League Club. Je wordt kampioen van de Eredivisie, van de Eredivisie en wie van de Keukenkampioendivisie? Van de Eredivisie weet ik niet, van de Keukenkampioendivisie is Twente. Ja, Twente is natuurlijk heel hoog, dus ja. Ik ben benieuwd jongens. Natuurlijk bij Twente, Bappo, Nacho Monsalve, de 22-jarige verdediger of 24-jarige van Sevilla is overgekomen. En ja, die speelde daar maar een beetje half om half. Natuurlijk, gokje. PSV kampioen, Twente kampioen. Je wil horen dat PSV kampioen wordt? Nou, dan hoor je het. Wil je horen dat Twente kampioen wordt? Nou, dan hoor je dat. Dus ja jongens, dat zeker. Dat zeker te weten. Ja, dat Twente hierop. Dat ik je Twente hierop kan aantikken. Dat deze heb, dat is wel mooi. En ja, daar ben ik ook blij om. Dat iedere keer Twente live is. Ja, tuurlijk. Het is voor mij fijn. En voor veel mensen fijn dat ik Twente kan streamen. Ik ben blij dat ik het kan doen. Dat Twente live is. Dus ja. Ja, fijn dat gok ik. Of ook Excelsior. Wat? Excelsior? Het zou kunnen. Het zou allemaal kunnen. Bij Twente hebben we natuurlijk wel die Moncho Salve overgekomen. Waarom speelde ooit bij Sevilla? En ja, via jongens, jullie weten hoe dat gaat. Dan stap je weer over en dan... Je weet hoe dat gaat toch jongens? Dan ga je weer naar de club. Dan ga je een transfer pakken, dus ja. Ja, Asaidi er vandaag niet in, ja boeren. De opstelling van Twente volgt als dien. En volgt als volgt. Je hebt Drommel op doel. En de verdediging Ricardinho, Nacho. González en Ramos. Smit op het middenveld, Hulsje op het middenveld. En Braam op het middenveld. Aitor, Boeren en Bappo voorin. Dat zijn de namen die er voorin gestaan. En voorin staan. Dus ja jongens. Zeker allemaal blijven kijken. Het wordt een leuke livestream. En het is natuurlijk een mooi vol uitvak. Er zijn veel kaarten verkocht. Maximum kaarten zijn er ook verkocht. Dus ja. Zeker. Twente gaat sterker terugkomen jongens. Wij horen niet in dit soort competities. Wij horen in de echte competitie. Dat is de KNVB. Daar betrek ik niet bij. Ik heb niks met de KNVB. Ik heb alleen wat met Twente. Dus ja,
Ja, voor Twente jongens, maar ik zal Helmond vandaag ook wel een beetje analyseren. Ik analyseer Helmond ook gewoon. Het is gewoon ook gewoon een voetbalclub, weet je wel. Je moet ook gewoon net zo denken dat het gewoon een normale wedstrijd is. Tuurlijk heb ik meer met Twente. Dat is 100% zeker. En tuurlijk ga ik meer naar de Twente kant toe in dit soort wedstrijden. Want je streamt maar één keer Twente in een week. En soms kan het niet eens. Omdat er dan Jong Ajax voor gaat. Maar Twente gaat ieder jaar dit jaar voor. Dus hiervoor Jong Ajax. Goed zo. Goed gedaan. Twente is de grootste geldschieter. En niemand wil naar Jong Ajax kijken. Dus dat is gewoon zo. Ja, natuurlijk bij Twente. Asaïdi nog niet fit. Hij wil gaan bijtekenen. Zou mooi zijn. Maar hij moet niet op het kunstgras komen. Hij moet echt niet op het kunstgras blijven voetballen. Ik denk dat hij weggaat. Maar ja. Ik weet het niet heel zeker. Het is maar de keuze van Oussama Assaidi, hè? De man die zichzelf. De man die eigenlijk naar Ajax kon. Maar ja, toch heeft hij een mooie stap gemaakt om naar Liverpool te gaan. Hij heeft veel ervaring opgedaan. En ja, hij heeft ook gewoon bij Stoke. Is hij gewoon goed gaan spelen. Uiteindelijk is hij weggegaan. Dus ja, zeker weten. Zeker weten, jongens. Dat is één ding wat zeker is. Dat Assaidi zichzelf goed heeft gedaan om zijn zakken te vullen. Nooit meer om te kijken van nou, ik heb geen genoeg salaris om. Dus ja, ook Helmond Sport. De opstelling moet ik zo meteen even bekijken, jongens. Want die komt zo meteen. En dan weet ik hoe dat zit. Even kijken, Helmond Sport. De opstelling van Helmond Sport volgt. Als dien. Je hebt Van Gassel, Vecuda, Meijers, De Lau, Poelmans, Edwards. Swinne, Brusselaars, Snapvangers, Nout en Zelderus. Die Zelderus die ken ik nog. Dus jullie hoeven hier geen zorgen te maken dat ik sommige spelers echt niet ken. Want echt, die spelers die ken ik echt wel, jongens. Die spelers ken ik echt wel. Ben je voor PSV? Nee. Dat is gewoon mooi en goed gezegd. Nee, ik ben niet voor PSV. Zeker niet. Daarentegen zelfs. Maar ik heb steun PSV altijd in de tijden van de Champions League, Europa League en dat soort dingen en de groepsfase. Dus ja, ben er ook bij. Want volgende week dinsdag. Althans, even kijken jongens. PS versus. Ba de Borri. Even kijken wanneer de return is. Woensdag de 29e ben er dan bij. En donderdag, dinsdag is Ajax. Dus ook die zet ik weer klaar, jongens. Ben er dan ook weer bij. Want dinsdag en woensdag gaan we er ook weer goed voor zitten. Ja, Helmond Sport. Ik zeg jullie één ding, Twente moet hier winnen. Ook al is het op kunstgras. Je moet Helmond gewoon afmaken. Veel doelpunten willen we zien vanavond. En veel actie willen we zien vanavond. Dat zou dat niet echt een spektakel worden. Maar vind ik wel dat het een leuke wedstrijd moet worden. Dus mensen hebben ook recht op een leuke wedstrijd. Veel kaarten. Zo. Wat dit? Gevaarlijk. Maar is dat een speler? Lamai. Hij ook blijft bij Feyenoord Heerenveen. Ik heb jullie al gezegd, morgen is er geen zekerheid, hè? Dus hou me in de gaten. Maar ik ben niet zeker. Ik ben er niet zeker van of ik live ga, ja of nee. Dus denk maar niet dat ik zeker live ben. Ja, jongens, de spelers komen het veld op. Ja, en natuurlijk is dit een leuke wedstrijd voor mij. Maar ook voor de neutrale supporter is het ook wel leuk. Bij Twente hebben ze natuurlijk ook wel veel. Ja, spelers die dit niveau ook wel gewoon goed voor het niveau is. Paul van Boekel, de scheidsrechter, een ervaren man. Poelmans, de Lau, Meijers en Vecuda achterin. Swinne, Edwards op het middenveld. En voorin hebben we Zelderus, de Brusselers en Snapvangers. Volgens mij is die Brusselers is die van NAC gekomen, als ik het goed heb. En Nouts voor in de spits. Dus ja. Ja, Helmond Sport was ooit bijna gepromoveerd volgens mij. Maar uiteindelijk niet meer. Brahma, Drommel. Ja, jongens, de opstelling van Twente komt zo. Ja, jongens. Dus ja.
Ben er zeker bij vandaag. Blijf er ook bij. En abonneer, steun mij. Dan komt het goed. Drommel op doel. Ricardinho, González, Di Nacho, Monsalve en Ramos op rechts. Op het middenveld hebben we Hulsje, Brama en Smit. En voorin hebben wij Bappo, Boeren en Victor. Aitor, noem ik hem Victor, Aitor. Allemaal hetzelfde, joh. Dus ja. Dus ja. Ook dat is weer één ding, jongens. Ja, ik hoop dat het vandaag een leuke pot wordt. Ik zie Helmond Sport al veel aanvallen. Dus met zelden rust voorin. Dat lijkt me ook wel gezellig. En Boeren weer terug op zijn oude vertrouwde, in zijn oude vertrouwde competitie. Hulsjer, ook een goede speler hoor. Alleen bij Twente vonden ze hem niet goed genoeg. Nou, nu wel. Nu kan je hem gebruiken. Ted heeft hem goed ingezet. Ted van Leeuwen is ook in onderhandeling met Asaidi. Dus ja. En kunstgras is voor veel mensen niet, veel, niet heel fijn. Maar ik hoop wel dat Twente zich hierop kan. Ja, gewoon kan vooruitspelen en gewoon zich kan fijn voelen op het veld. Het is niet leuk kunstgras, het is echt een barveld, maar misschien is dit wel een goed kunstgrasveld. Het ziet er redelijk goed uit, de 7-8. We zijn begonnen aan de eerste helft, jongens. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker. Like en abonneer, dat zou mij goed doen. En dat zou jou en ons helemaal goed doen. We gaan al bijna naar de 1100, jongens. Dat is ook weer heel fijn dat we naar die 1100 gaan. Jazeker. Fekida. Zelfde rust niet. Nout voorin. Ja, die naam onthoud ik. Fekida. En bal voor Twente. Ja, Boeren die ook 2 jaar geleden bij Top Os speelde. Kwam van Jong Ajax. Bij Top scoorde met iets van 30 doelpunten, geloof ik. 33 doelpunten. Bij Top Os. Dus een goede spits. Alleen, hij maakt de kansen niet af. En dat was vorig jaar de benodigde punten die we hadden moeten hebben. Zijn niet gevallen mede door hem. En hij maakte het tegen Roda niet af. Vukic maakte hem tegen Utrecht niet af. Ajax was het niet gelukt. Dus ja, Bappo nu. Bappo, goede bal. Aitor. Legt hem terug op Bappo. Bappo schiet. En die bal wordt geblokt. Inworp voor Twente. Hey jongens, altijd als Twente in aanval is, dan ga ik ook gelijk in aanval. Dus dan sta ik ook altijd gelijk door. Inworp door Ricardinho. Nee, Ricardinho niet. Ramos. Oh, goed gedraaid door Smit. Die bal wordt tegen hem aangeschoten. Ah, niet die vlieg weer. Maakt niet uit. Brama, door. Nu. Ach, zelden rust. Voorin Nout. Ah, goed verdedigd door Hulsjer. Goed verdedigd door Hulsjer. Bal gaat naar Boeren. Boeren even een duwtje. En Bappo erachteraan, maar niet. Fekunda moet Fekunda rechtsachter bij Helmond Sport. Hey jongens, we krijgen nog meer van dit soort wedstrijden in dit jaar. Dus maak je geen zorgen over dit soort wedstrijden. Het moet maar, weet je. Het zijn niet dat je denkt van, oh, tegen Vitesse, leuk. Maar het is tegen Helmond Sport. Nou, je kan nu wel meer punten pakken. Maar ja, weet je, het is niet zo gewend. Ricardinho. Nou, uiteindelijk komt hij nog bij Smit. Geen overtreding. En dan gaan ze. Nout. Nee, ja, een achtervolging door die Salve. Ja, dat is een goede speler, denk ik nu hoor. Denk je dat PSV kampioen wordt? De vraag is, ik denk het wel. En dan Ajax tweede. Ja, of Ajax eerste. Het ligt eraan hoe jullie erover denken hoor. Het ligt eraan hoe jullie erover denken. Helmond Sport in de aanval. Bal richting Zelderust. Zelderust, hoogbeen. Nee, die bal die gaat achter. Net niet goed aangenomen. Anders dan had hij misschien kunnen scoren. Maar de eerste gevaren komen toch wel van Twente en ook van Helmond. Dus het gaat op en neer. Heen en weer. Ja, Zelderus die natuurlijk ook gewoon een goede speler is. Is een prima, prima counterspeler. Om op de pijl snelle counter te gooien. En natuurlijk is die zeker ook een speler die bruikbaar is voor je team. Dus ja jongens, zie je. Ja, ik vind het gewoon fijn om ook over een ander team goed te praten. Niet dat het heel slecht moet zijn, heel goed moet zijn. Maar gewoon dat je een beetje positiviteit erin gooit. Boeren. Meegegeven op Smit. Overtreding. Ja. Een overtreding. Ja, Boeren die hem iets te laat speelde, maar wel slim uitgelokt in ieder geval. Maar Dons, nog bedankt voor je sub. Sorry man. Was het vergeten te zeggen. Maar zeker nog bedankt. Maar ja, zeker de spelers die bij Twente nu staan, op het veld staan.
Hilscher, Aitor, Salve. Achterin is het wel vernieuwd en verbeterd. Dus ja, Aitor gaat die bal of in één keer nemen of het wordt Hilscher. Eén van de twee. Aitor, die gaat achter die bal staan. Die neemt ook een goede aanloop. Aitor. Aitor met het schot over de muur. En de keeper heeft hem gewoon in de tweede instantie wel vast. Ja, het was niet zo'n goede poging van Aitor. Hij had hem beter gewoon in de pot kunnen gooien. Maar ja, dat is zo. Bappo met veel druk. En nu, achterin bij Helmond staat het niet heel goed. Fekunda. Bal naar voren richting Nout. Zelfde rust. Ja, die verliest dat kopduel. Dat gaat hij ook niet winnen. En nu, ja, Ramos. Drommel, niet te veel fouten maken. Ricardinho. Bappo. Ricardinho. Dit midden Smit. En nu. Daar gaan ze weer. Nou ja, slecht gespeeld. Ah, Nout, nog goed gedaan. En nu, Smit moet druk zetten. Yo Gamekanaal, yo Wendel. Iedereen welkom, jongens. Waar zijn de andere mods? Geen idee. Ja, het is natuurlijk, deze wedstrijd is natuurlijk... Je weet wel, het gaat een beetje op en neer. En het is gewoon een wedstrijd van Twente, Helmond. Niet veel interesse in deze wedstrijd. Zelfde rust. Ja, die is er nu lang. Zelfde rust. Wordt niet opgevangen. Nout. Goed opening gezocht. En nu een schot. Drommel heeft hem. En in de tweede instantie goed verdedigd. Door Salve. Mooie tackle. Anders was het een doelpunt geweest voor Helmond. Twente moet echt goed op de kansen letten hoor. Jongen, haak ze 1-0 voor tegen Dordt. Oké, dan weet ik dat ook alweer. Ach, 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 jongen, jongen, jongen. De opstelling was Fekunda, Poelmans, Edwards, Winnen en Zelderus, Snapvanger. Oh, Snapvangers. Die je bijna maakt, jongens. Snapvangers die je maakte, bijna maakte. Voorzet van Zelderus, de bal komt in. Oh. Van Boekel ziet geen hands. Oh, gelukkig. Is dit Real Twente, Twente Real? Ja, dit is zeker echt het Twente Enschede, ja. Dan gaan ze weer. Snapvangers met de voorzet. En die bal wordt nog aangeraakt. Hoekschop voor Helmond Sport. Dat is de tweede hoekschop alweer. Ja, Twente moet oppassen dat het geen tegendoelpunt krijgt. Want ook dat kan fout gaan. Zeker uit bij Helmond had ik al gezegd. Ja, dat is een handsbal. Als een 100% strafschop. Ja, dat is echt een 100% strafschop. Twente komt hier echt met schrik vrij. Hoeveel ik ook van Twente hou en hoeveel ik ook van Twente geef. Het is gewoon een strafschop. Je kan er niet meer of minder over zeggen. Dus ja, bal komt van Zelderus voor in Nout. En die bal die komt op het hoofd van... Nee, Nout met de volley. En die bal die gaat nog achter. Dat is wel mooi als je in Helmond woont. Dan kan je gewoon op de schutting zitten. En op een muurtje. En dan kan je gewoon kijken in het stadion. Hoef je niet te betalen, kan je het gewoon zien. En zeker tegen Twente is dat mooi. Want ja, het is ook weer mooi meegenomen. Dat je denkt 25 euro of 30 euro wat verspeelt. Thuis heb je drinken, kan je lekker kijken. Geen probleem toch? Ja. Ga lekker pizza bestellen of zo. Prima. Ook dat is weer goed gedaan. Ja, als je dan gewoon op de schutting kan zitten of gewoon op een grote muur. En dan kan je dan op zitten en dan kan je gewoon kijken naar de wedstrijd. Dat kan dan nog. Vroeger had je dat ook, alleen dan werd je soms gepakt. Maar ja, nu kan dat nog. Nu kan dat nog eventjes, denk ik. Als Helmond dadelijk alles dicht laat groeien. Dus ja. Dat is sowieso een punt. Ik hoop wel dat Twente gewoon gaat winnen. Dat is één ding wat zeker is, jongens. En dat weten jullie ook gewoon. Daar hoef ik niet over te liegen en niet over te liegen. Dus ja, ben er gewoon bij. Blijf er gewoon bij. Dat zou mooi zijn. Dat zou gewoon echt mooi zijn, jongens. Daar gaan ze weer. Ricardinho. Voorzet. Boeren. Nee. Die bal komt niet aan. Smit. Hulscher. Ricardinho. Goed gegeven. Bappo. Bappo nu. Hulscher. Brama. Aitor. Ach. Overtreding. Tweede overtreding al. Ah, Brama gaat door. Ja, de scheidsrechter geen voordeel. Snapvangers, meegeven en nu moet Salve komen. Goed gedaan, Salve. Ja, Drommel moet goed ingrijpen. Doet hij ook wel, maar ja, slechte pas.
Hele slechte paas trouwens. 15 kijkers jongens, op zich wel lekker. Op zich wel lekker. Maar nou, ik had ook zoiets verwacht, dus we gaan gewoon goed. Ja, Twente speelt niet echt, ja, naar voren, weet je wel. Het is niet, het is meer hopen dat er een doelpunt valt en dat je die punten meeneemt. Maar, ja, je moet deze wedstrijd ook maar zo snel mogelijk vergeten. Bappo met druk. Vecinda. Bappo, goed verdedigd ook hoor. Heel goed verdedigd. Ja, het is Fecunda, sorry. Meijers en De Lau. En dan heb je Brusselers. En dan voorin heb je nog Nout en Zeldrust. Jongen, jongen. Kans, opa? Rood? Grote kans? Och. Ach, ja. Brusselers. Snapvangers. Aitor met druk. Aitor die natuurlijk... Och, daar gaat hij weer. Snapvangers. Bal komt en Salve verdedigt goed mee, keurig. Brama. En nu, veel overzicht bewaren jongen, keurig. Bappo, nu door. Doorgaan. Je hebt een heel open gat liggen. Bappo, in het midden Boeren. In de punt van de aanval staat Boeren ook nog goed vrij. Hulsje, rechts Aitor, midden Smit. Hulsje die wacht altijd nog eventjes. Dat hij kan kijken waar en wie de waar speelt. Wie de waar zich aanbiedt, zich komt halen. En nu, Boeren. Biedt zich aan. Aitor. Goed laten lopen. Ricardinho met de kapbeweging. Ricardinho. Oh, die schiet hem net naast. Wel hoog naast, maar wel net naast. Dat is op kunstgras zo irritant. Hè, dat je hem niet lekker kan raken. Dat je hem niet lekker in de kruising kan schieten. Ja, die bal die gaat net. Oh, die jongen heeft die bal. Die jongen heeft gelukt dat hij die bal niet op zijn hoofd krijgt. Ja, Dinges raakt hem nog aan. Maar hij springt er nog iemand in die bal. Oh. Fecunda, oh, slechte paas. Maar goed opgelost, Brusselaars. En ook weer erop gekleund door Salve. En Ricardinho, die ook, ja, een Braziliaan die transfervrij was. Die ergens overkwam, maar toch bij Twente heeft gehaald. Ted van Leeuwen heeft goede connecties. Je ziet het ook. Bappo gehaald. Nou, Hulsje weer terug. Het is een goede vent. Je ziet ook dat Ted van Leeuwen ook met Assaidi ook gewoon in de maak wil gaan. En dat is mooi. Want ik heb ook heel graag dat Assaidi blijft. Maar ik hoop ook heel graag dat hij een goede stap gaat maken. Hij houdt van deze club, ik weet het. Maar het is niet zijn niveau. Hij wil Twente terughelpen in de Eredivisie. Dat is mooi, dat is echt respectvol. Maar ga lekker naar Vitesse, jongen. Je hebt je niveau daar. Je kan je daar weer oppeppen. Er worden dingen voor je geregeld. Ja, bij Twente is het allemaal wat lastiger, al die situaties. Maar ja, als jij wil... Als jij iedere week in een stadion met 26.000 man wil zitten... in plaats van met net 17.000, het Vitesse stadion... ja, dan zou ik bij Twente blijven als ik jou was. Want dan heb je toch wel een heel goed jaar misschien. Misschien heb je dan niet meer zoveel blessures als je naar Vitesse gaat. Maar als je bij Twente blijft, misschien dan weer wel. Je weet het nooit. Tegen Twente moest hij ook... ja, tegen zijn zin in, moest hij voor Twente gaan spelen in de kou. Dus die winterdagen, weet je nog... die tegen Ajax, die heb ik ook nog gestreamd op andere accounts... Die heb ik ook allemaal weer meegemaakt. En dat zijn ook hele rot wedstrijden hoor. Als je 3-3 speelt tegen Ajax en dan nog wint op penalties. Je spieren gaan dood. Niet normaal. Het is gewoon helemaal kapot die spieren. Dat is gewoon een punt waar Twente zich heel veel vergist in heeft. Ja, en René Haak ontslagen. Dat is het domste. Die Jan van Hals die had al lang weg moeten. Want die heeft ook heel veel verpest bij Twente. Eerst de scheep gaan met Asseidi, toen Lam gehaald. Toen een noodgreep door mijn her gedaan. Nou, dat kost ook mijn salaris. Boeren. Boeren, goed gedraaid. Boeren! Ah, jammer. Corner. Goed gedaan. Wel slim weggedraaid. Ja, dit is zijn niveau. Dat weet je ook. Ricardinho. Bal komt voor. Van Aitor. Bappo mee, Boeren mee. Aitor. Rare voorzet. Ricardinho in één keer. Ja, dat is slim gedaan hoor. Voor mij is dat een goed uitgespeelde hoekschop. En nu moet Ricardinho terug. Salve moet verdedigen. Wat krijgt Ricardinho?
Geen gele kaart? Nee. Ja, dat moet hij niet doen. Hij moet geen blok gooien. Die Salvé zat er goed voor. Ach, jongen, toch. Wat doe je toch? Ja, die corner van Aitor op dat kunstgras. Doe je morgen ook AXM? Geen zekerheid, jongens. Ik zeg ook al, morgen is er geen zekerheid of ik wel of niet stream. Dus dat is allemaal aan jullie. Allemaal aan mij ligt dat. Of ik dus wel of niet stream. Ik weet dat het raak klinkt, want ik ben iedere week live. Sowieso dinsdag en woensdag ben ik weer live. Maar ja, of ik morgen live ben, de kans is groot dat het niet is, zo is. Dus reken daar maar niet op. Maar alles kan nog. Dus ja, Zelderus gaat die vrije trap nemen. Het kan helemaal omslaan, hè. Het kan nu ook 1-0 bij Helmond worden. Het zou helemaal niet zo gek zijn. En dat is Twente's eigen schuld als het zo wordt. Zelderust achter de bal. Gaat hij die bal nemen of wordt het Brusselaars? Het wordt Zelderust. Ah, mooi geschoten. Net iets te hoog. Maar keurige poging, jongen. Kijk, ook dit soort dingen. Dit is ook weer iets van Twente. Het verspeelt een corner. Dan krijg je een tegenaanval. Dan weet je dat het fout kan gaan. Je weet dat er één speler staat om hem op te vangen. Komt er nog een speler aan, die botst hem er tegenaan. Dan weet je dat er een vrije trap uit kan komen. En dan kan er een doelpunt tegenvallen. Zo simpel is het voor Helmond. Helmond jaagt op die kansen die Twente juist verspeelt. Profiteren van de fouten van de tegenstander. Dat zijn de dingen die Helmond wil. Maar Helmond wil ook gewoon naar voren voetballen. Dus ja. Boeren in het kopduel. Mooi ingegaan. Bappo nu. Mooie aanname. Bappo. Ja, goede sliding van Fecunda. Mooi gedaan hoor. Echt een klasse tackle. En nu. Bappo. Ah. Niks aan de hand, scheids. Smit. En nu door, jongen. Aitor. 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 Gaat hij hem voorgeven? Dat is de vraag. Hij legt hem terug. Ramos. Daarachterin was nog Boeren. Nee, niet aangekomen. En nu Salvé. Die rost hem maar naar voren. Wat slaat dit op, jongen? Je bent toch niet in Schotland? Dat je die bal naar voren rost. Rost hij die bal naar die hoek toe? Nou, hij zet hem misschien wel vast. Misschien is dat zijn techniek. Of het is gewoon in één keer een poging op doel. Maar dat zou wel een hele rare poging zijn. Ach ja. Ik weet het niet hoor, jongens. Het is maar zo. Ricardinho. Ricardinho. Zo, mijn geluid staat waar. Tering, man. Oh, de. Schrok me gewoon dood, gek. Ricardinho, Bappo nu. Ja, bal wordt weggerost. Bij richting van Nout. Salvé. Ja, nee, worden voor Twente, jongens. Bal richting Boeren. Boeren nu. Boeren. Nou, niet vallen, jongen. Fecunda. Ricardinho. Smit. Smit! Weer een goede redding van die keeper. Maar die één tik zachter bij opa. Dankjewel. Ja, jongens, dit kunstgras, daar heb ik zo'n hekel aan. Hè. Vooral omdat het speelt niet lekker. Goed, en nu moet Twente in de verdediging. Ja, Papo moet ook mee verdedigen. Zelfde rust. Gaat de voorzet geven? Nee, kap nog even. Papo glijdt ook uit. Ja. Dus ja, jongens, ben er morgen gewoon. Misschien ben je erbij. Ja, weet je, het gaat ook om redenen. Ik heb ook even rust, dus dat ook. Dus reken me daar maar niet op af, want het interesseert me niet veel wat je ervan denkt. Maar sowieso is één ding zeker: als ik morgen rust neem, dan is het ook wel fijn. Godsamme, 6 livestreams of zo in een week! En die bal komt nog achter bij Brusselaars. Hij moet hem binnenhouden, doet hij dat ook goed gedaan. Keurig gewerkt, jongen. Brusselaars. En nu? En nu? Nout. Ja, nu moet je druk zetten op die spits. Want alles en iedereen is naar voren. Fecunda. Vecinda, Fecunda. Ja, ik weet het niet, jongens. Voor mij was het even 2. Oh, mijn god, gaan ze weer. Ja, daar beginnen de eerste leuke reacties over. Ik zei het toch, jongens. Altijd proberen ze hem af te kraken op alle dingen.
Maar maakt niet uit. Is goed. Maar in ieder geval, het uitvak van Twente zit, ja, bomvol. Thans, er zijn er veel meegekomen. Ja, dat is netjes. Steunen Twente in alle tijden. Twente boven alles, ja toch. Goed. Ricardinho met z'n tweeën naar die bal toe. Slecht gedaan, jongen. Slecht gedaan, man. Kom op, je moet die bal beter wegkoppen. Je staat op het kunstgras. Je staat niet op het echte gras dat je die bal recht kan koppen. Oh, het kunstgras, het is gewoon het is gewoon een stug veld, man. Oh. Ja, dat is echt niet fijn, hoor, jongens. Dit veld, die moeten ze echt afschaffen, gewoon. Bal komt voor van Brusselaars. Uh-oh. Weggekopt, goed gedaan. Het nieuw dat je wordt. Nee, dat kon je al bekijken. Smit. Nu, Smit. Ja, jongen, kom op. Hulsje. Smit. Keurig 1, 2, 3, 4 keer gepaast. En nu, Bappo. Bappo, nu op de rechterkant. Bappo, Aitor, Boer in het midden. Aitor, Aitor weer. Aitor. Hulsje. Oh, raakt die bal verkeerd. Bal wordt weggewerkt. Ik hoor allemaal geluiden. Honden, buurman, buurvrouw. Af. Aitor. Bappo, goed gespeeld. Aitor, Ramos nu. Ramos. Goed. Bappo nu. Het was geen hensbal, nee. Eerst Nout. Salvé. Oh, goed gedaan. Salvé nog steeds. Geen overtreding. Ligt wel op de grond. Hulsje. Je moet sterker zijn, jongen. Je moet die bal hebben. En nu Emmen. Helmond eruit. Zo, Emmen. Ricardinho. Wegkoppen, jongen. Sterker zijn. Keurig. Smit goed ertussen. Ricardinho. Midden. Ah. Dat was een aanspeelmogelijkheid op Brama. Als ik Twente was, dan had ik toch wel een andere speler op het middenveld neergezet in plaats van Brama. Gewoon een speler waarvan je echt verwacht dat hij veel potentie heeft in plaats van een Brama. Ja, nu is het omdat Brama natuurlijk geen club meer heeft. In Australië was hij eerst, dus ja. Dus ja, jongens. Smit. Aitor. Aitor, buitenkant rechts. Brama. Aitor. Hulsje. Een of Den Haag. Boeren! Ah, jongen toch! Weer zo'n vrije kopkans. Heen voor Den Haag. Ach ja. Is Buurman van Den Haag? Het midden. Nu. Een fout bij Helmond Sport. Nee. Vecunda. Bal op Nout. Voorzet. Nout. Zelfde rust. Drommel, keurig. Keurig gedaan. Ben geabonneerd. Heel top. Drommel, eroverheen. Keurig gegooid. Ricardinho. Ja, Twente speelt echt. Echt niet zo goed hoor. Het is buiten dat. Brama. En nu. Ah, jongen, kom op, man. Goed opgelost door Ricardinho. Hulsje nu. Snelheid maken, jongen. Snelheid. Hulsje met de voorzet. Bal weggekopt. Vecunda nu. Ja. Het is echt een stugge wedstrijd, hoor, jongens. Meen het jullie? Thijs Jansen, nou, dankjewel voor je. Oh wacht, je was al. Trouwens, die sub was al zo. Maar maakt niet uit. Ja, jongens, abonneer allemaal, dat zou het beste zijn. Ricardinho, inworp richting Boeren.
Dat wint hij niet, verliest hij wel. Brahma, het was geen handsbal. Ricardinho nu. Wat man, ik word echt gestrest nu al. Nout. 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 En nu. Brusselus. Ach. Nu. Zelfde rust. Ai. Slecht geschoten hoor. Oei oei oei. Hé jongens. Er komt van alles aan. Ja, drommel stond nog op de goede plek. Gelukkig wel. Ja, de jongens, de kijkcijfers moeten altijd gewoon normaal blijven. Maar ja, natuurlijk, morgen had ik een grote stap kunnen zetten. Maar als het niet zo is, dan is het misschien zondag. En zo niet, dan is het 100% dinsdag wel dat ik blij ben. Bappo, VQ een dag goed verdedigd hoor. Ja, dat is een goede speler. Die wordt dadelijk weggekaapt door een club. Dat is echt een goede speler. En dat is ook een goede leider zonder soort van. Voor welke club ben jij? Voor FC Twente, man. Daarom stream ik ook Twente. Dat is de enige reden waarom ik dat doe. Ricardinho met de actie nu. Hulsjeer. Voorzet. En die bal wordt weggekopt. Hoekschop voor Twente. Eerste hoekschop voor Twente. Tweede hoekschop voor Twente, jongens. Trouwens. Hoekschop nummer 2 was het. Ja, jongens. Blijf subben. Blijf abonneren. Je naam komt linksonder in beeld. We gaan naar de 1100. Het zou mooi zijn als jullie allemaal even lekker abonneren. Die vlieg gaat dood. Wacht maar. Rotbeest. Hulsjeer. En hij komt boeren. Bal wordt weggewerkt in de kluts. Een scrimmage. Ja, Van Boekel. Nu moet je ook wel een keer die VAR gebruiken. Ja, hij wordt gewoon onderuit getrokken, man. Nou, in ieder geval is er geen VAR. Nou, Van Boekel is een goede scheids, dus je ziet veel. Bappo. Goed gedaan. Goeie actie. Ricardinho met de voorzet. En nu, Aitor. Ja, jammer. Was een goede kans. Was een goede kans. 0-2, dat zou toch wel even een makkelijke uitslag zijn om door te komen. Maar ik hoop natuurlijk meer. Het is natuurlijk altijd zo. Ik hoop natuurlijk altijd dat het meer doelpunten worden. Dan gaan ze weer. Ja, buitenspel. Oh, hou die vlag. Laat maar. Ik wil wat anders zeggen. Hier, en nu eerst boeren. Wat gebeurt er? Ja, hij wordt vastgehouden en hij wordt gewoon geduwd. En daarna een scrimmage met 3 man erop. Dus eigenlijk is het gewoon een penalty. Ja, boeren natuurlijk veel in het spel geweest bij die VAR vorige week. Dus allemaal dingen lopen zeggen. Zijn er vorige week dingen lopen gezegd. Over dat Twente de KNVB vriendjes zijn, maar in tegendeel zelfs. Echt waar, in tegendeel zelfs. Die zijn echt geen vrienden van elkaar, hoor. Geloof mij nou maar. Hoe kan je mot worden? Door veel actief te zijn in de stream en veel positieve reacties te gooien. En mensen te koesteren. Misschien is het dan wat fijner. Sowieso heb ik sommige mensen zomaar mot gemaakt, maar nu doe ik dat niet meer. Want nu ben ik over de 1K, dus heb ik gewoon genoeg mots. En vertrouw ik niet iedereen meer. Dus ja, dat is sowieso één ding wat ik heb gezegd. Nu, Aitor Ramos. Aitor. Aitor. Het is fijn dat hij een korte voornaam heeft. Ramos. Ramos. Smit mee, Ramos. Ramos met de kapbewegingen. Ramos voorzet tot boeren. Jammer. En nu? Ah, corner. Goed gedaan hoor. Goed voor je man gekomen. En jongens, door te abonneren kan je ook een moderator worden, want dan zie ik of je actief bent en of je mod, of je sowieso een abonnee bent, want je moet geabonneerd zijn om mod te zijn, ja. Oké, maar je bent wel voor de goede club, ja tuurlijk. Ik ben altijd voor de goede club, je eigen club is de goede club jongens. Voorzet, en de keeper heeft hem. Als je voor Helmond bent, dan is het de goede club. Ben je voor Ajax is de goede club, Feyenoord goede club, PSV goede club. Iedere club die jezelf is, dat is een goede club. Je eigen club, dat is de beste club voor jou. Dat moet je maar zien. Je moet niet zoals anderen denken van, oh hij is voor Twente. Nee, die mag ik niet, want ik ben voor Willem II. Willem II is een goede club, dat is je eigen club jongens. Ja, en nu. Hulsje. Ah jongen, altijd met links gedaan man.
Goeienaam van Salve Ramos nu. Belletje aan. Ja, jongens, vergeet dat ook niet te doen. Belletje aan. Salve. Aitor. 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 Aitor, nog steeds. Boeren. Brahma. En nu, Aitor. Ramos. Hulsje. In het spelen. En nu overtreding. Nee, Van Boekel zegt nee. Nou, dat is toch wel een corrigerende en een keurige scheidsrechter, Van Boekel. Ook dat is geen overtreding. Nee, inderdaad. Hij wordt ingespeeld. Ja, nou Van Boekel. Nou. Ik betwijfel het hoor. Hola. Hij wordt zo. Hij moet wegdraaien. Dus dan moet hij wel. Dan moet hij vallen. Want anders dan loopt hij vanzelf wel door. Hij is een uitgelokte. Oh, dat is oma die praat. Ik dacht ook. Maar in ieder geval, dat is gewoon een rare scheidsbeslissing. Oh, daar gaat hij. Zelderus, leg terug. Nou, Ricardinho verdedigt goed mee. Goed, doeltrap voor Twente. Belletje werkt. Keurig, jongens. Spam in de chat. Belletje aan. Belletje, belletje, belletje. Belletje aan, jongens. Dit moet gebeuren. Verdedigende actie. Nu Bappo. Hulsje, goed gedaan. En nu ligt er wat ruimte voor Twente. Met Ramos. Aitor in de versnelling. Aitor. Aitor. Aitor nog steeds. Ramos mee. Aitor zelf. Aitor. Brahma. Ach, Brahma, kom op man. Hulsje. Hulsje, Smit. Voorzet. Ah, daarachter stond niemand. Slechte voorzet. Ricardinho. Oh, daar gaan ze. Nout. Brusselers. Oh. Niet aangeraakt. Goed verdedigd. Keurig door Ricardinho. Wat? Een gele kaart? Oh, het is dus wel een overtreding. Oh. Wie wordt de kampioen van de keukendivisie? Wie denk je? Twente wordt. Nou, of Twente kampioen wordt, dan moet het maar zien gebeuren. Nu is het in ieder geval een vrije trap tegen voor Twente. En zeker op een gevaarlijke plek. Ricardinho al geel. Nou, het is een beetje een. Oei, ik dacht al, wie praatte nou weer zo? Het was oma. PSV, dat denk ik ook. Ja, die bal die zou er zomaar eens in kunnen gaan. Ik schat in 60-70% dat die bal erin gaat. Ik gun de Brommel 30% kans. In ieder geval. Snapvangers. Of Zeldrus. Het wordt snapvangers. En een goed verdedigend blok. Weggekopt door Salvé. Goed weggekopt. Ja, heb je geabonneerd? Zou top zijn als je abonneert. Kijk, goed zo, mot. Dat moet je ook gewoon doen. Iedereen abonneren. Boeren met druk op de keeper. Oh, zo. Die keeper die stuurt Boeren bij. Volgens mij gewoon zomaar het bos in. Ja, klaar. Gaat Ajax naar de Champions League? De vraag is: abonneren jullie? Dan gaat Ajax naar de Champions League. Druk op het belletje. Dan gaat Ajax naar de Champions League. Dus ja. Ajax gaat naar de Champions League. PSV gaat naar de Champions League. Dus ja, wel ja. Even met belletje. Ja toch jongens, allemaal met belletje aan. Ja jongens, ik zeg al, het spijt me vanmorgen. Maar ja, ik heb ook andere dingen te doen, weet je wel. Ik kan niet een keer achter elkaar doorgaan. Hey bro, ik ben op vakantie en geef een commentaar van Twente. Ja toch. Daar gaan ze weer. Brussel, de snapvangers. Voorzet. Nog verdedigd door Salvé. En een corner voor Helmond Sport, jongens. Ah. Nou, jongens, als jullie willen weten wat van Azaïri de status is, dan kan ik dat jullie nu al vertellen. Hij gaat pas spelen als hij echt fit is. Dus hij traint ook gewoon wat mee. Hij heeft natuurlijk een zware blessure gehad. Is jammer. Hij is belangrijk voor Twente geweest.
Als hij er niet was geweest, dan was Twente al rechtstreeks gedegradeerd in speelronde 20. Dus ja, geef mij... Oh, goed verdedigd hoor. Heurig door Ricardinho. En nu, Brusselus. Ah, doet hij goed. Ja, Smit, die vraagt nog om een doeltrap, maar ja. Ja, daarom. Klopt. En een doeltrap hoor. Goed gezien. En jongens, we kunnen vandaag naar de 1050, 1060. Dat zou wel heel mooi zijn als we vandaag sowieso naar de 1050 gaan. Of naar de 1060. Ah, zou ook mooi zijn. Je ziet ook dat Twente uit heel anders speelt dan thuis. Twente moet vandaag winnen. Er is geen gelijkspel mogelijk, want dat is ook echt jammer als het gelijk speelt tegen Helmond Sport. Het moet gewoon winnen. Smit, ik heb er ook vertrouwen in dat ze gaan winnen hoor. Al is het met 2-1, al is het daar 2, ik hoop de 0 natuurlijk ook sowieso. Ricardinho, goed weggekopt. En nu Bappo. Nou, had hem mogen wegdraaien. Ajax of Feyenoord, geen van beide, ik vind ze alle twee goed. Virginia, goed weggedaan door Meijers. Goed weggeschoten door Meijers. Ricardinho mag hem gooien. Ja jongens, bij Twente is het een beetje een vreemde legioen. Alleen Bappo, Boeren, ja voorin natuurlijk. Wat meer ondersteuning. Als Asaidi terug is, dan wordt het echt een vurige aanval. Want dan is Asaidi echt on fire hoor. Als hij fit is jongen. Hij speelt iedereen van de mat af. Hij maakt ze helemaal gek. Aitor. Schiet een keer. Tuurlijk. Oh, mooie redding van die keeper weer. Hij blijft gewoon stilstaan. Niks aan de hand. Even die like. Nee, die sub-button jongens. Iedereen moet subscriben. Dat zou het mooi zijn. Je naam komt echt in beeld. Ik geef iedereen een shout-out die nu abonneert. Het maakt niet uit. Abonneer je nu. Dan kom je met je naam in beeld. En dan geef ik je een shout-out. Ja, gratis voor niets. Mooi toch? Ja, ik schrok. Ja, is die afgebeld in kamer? Maar wat ze mogen vertellen? Maar die was net daar. Ricardinho. Ik had ze op hulsje. Nee, niet gedaan. Ja, jongens, je komt wel in beeld hoor. Als je gewoon die 45, als je gewoon naar de 50 pusht, kom je gewoon rustig in beeld. Kijk, zie je? Parapatron gamer, zie je? Aitor, voorzet. Vecinda, en nu? Ah, Bappo kwam nog invliegen, maar niks aan de hand. Gevaarlijke voorzet van Ramos was het trouwens, jongens. In wat voor team zal je spelen behalve Twente? In wat voor team zal je spelen behalve Twente? Zeldrust nu in de counter. Zeldrust, geen handsbal. Twente. Ja, dat is een goede vraag. Ja, dan zou ik wel voor een leuke club kiezen. Dus ja, dan doe ik gewoon niet te ver van huis. Ik pak Excelsior. Ja, ik pak Excelsior. Excelsior is een leuk clubje. Lekker compact. Goede jeugd. Dat is een keurige club. Aitor. Goed gedaan. Ik zou voor Excelsior kiezen, jongens. Excelsior een mooie club. Veel leuke spelertjes, veel behouden spelers, Koolwijk, Bruins. Vorig jaar natuurlijk, eerder 2 jaar geleden met Hasselbank, die toen maakte de kampioenswedstrijd. En nu, Vecinda, goed ingeschat, Bappo nu. Huya Sivk, dankjewel voor je sub. Bappo. Ricardinho. Bappo. Ja, dat is het punt. Nout. Goed gespeeld. Zeldrust. Nout. En Zeldrust is sneller dan Salve. Ja, Salve is wel een goede verdediger. Nee. Ach, jongen toch. Waarom zo raar weggewerkt? Dus mensen die nog niet zijn geabonneerd, doe je dat even. Je komt in beeld en krijgt een SO. Ja, tuurlijk. En je krijgt gewoon een bedankje dat je weer geabonneerd hebt. Dus ook dat. Ook dat is mooi, toch?
Zeker weten, jongens. Ja, jongens, het uitvak van Twente zit natuurlijk stug, vol. Ze wouden natuurlijk kaarten kopen voor de normale tribune, maar ja. Tegen Helmond. Tjag. Inworp voor Helmond Sport. Bal komt van Vecinda. Natuurlijk van vroeger, die oude hekken nog. Hoeveel denk je dat je gekocht wordt van een club? Ik weet niet, een miljoen. Miljoen, 6, 7 ton. Het is nu het begin van je carrière. Het kan voor heel veel geld zijn, kan voor weinig geld zijn. En dan later doorverkocht worden voor veel miljoenen. Maar als je in een leuk team zit, waarom zou je weggaan? Kijk, als de dansspelers weggaan, ja, dan moet je gewoon weggaan. Of voor je eigen keus gaan. Kijk, als je in een team zat van vroeger met Afalai, weet je wel. Het zijn leuke spelers om mee te spelen. Amrabat toen nog. Dat was een leuk team. Maar een echt leuk team was toen in 2010. Met Ruiz toch, Kufo, je weet toch. Het waren mooie teams, man. Het waren legendarische teams. Bappo, weggekopt. Aitor nu, Bappo. Misschien Twente nu in de aanval. Als het eruit kan komen. Veel druk zetten. Vecinda, ach, dat is echt zo'n... Die wordt echt veel, die krijgt echt veel potentie. Die heeft echt veel potentie. Oh, hij glijdt uit. Brussel is nu. Snelheid. Ah, goed verdedigd ook. Dankjewel, Hushjavik. Hajavik. Moet ik het zeggen, Hushjavik? Hajavik. Dankjewel in ieder geval. Voor de abonnee, jongen. Top. Nog 3 subs voor de 50. Ik ben terug. Ja, toch. Ja, Twente moet gewoon een doelpunt maken. Al is het niet in de eerste helft, dan maar in de laatste minuut. Maar Twente moet echt een doelpunt maken. Bappo. Hulsje. Midden. Ah, crosspas richting Ramos. Hoeana, maar Ramos. Aitor. In het midden boeren. Aitor. Links, rechts en hij is weg. Nee, even wachten. Smit. Ah, mislukt allemaal. Was ook geen voorzet. Ach, jongens, jongens. Lastig, lastig. Ja, jongens, dit is ook geen risicowedstrijd, weet je wel. Dit is gewoon... Wat zei jij? God. Ja, ik had al gezegd dat... Hè? Dan gaan ze weer Aitor verdedigen. Ja, goed gedaan, goed gezien, scheids. Goed gewerkt ook. Dan gaan ze weer Aitor. Ja, ik kan die strafschop helaas niet zien, maar maakt niet, boeit me niet. Ik kan ook niks opzetten van die geluidenshow, snap je? Die geluidenshit daarom. Dat is voor mij klote. Bappo nu! Ah, weer die Vecinda! Mooie onderschepping, jongen! Lees of Doritos? Doritos. Oh mijn god. Waarom stel je me zo'n moeilijke vraag? Ik ben op vakantie en jou kan ik Twente volgen. Esso, nou ja. En in worden. Kan die na die penalty weer op zacht. Dankjewel. Als die penalty weer 2-0 wordt gemaakt, is Fortuna klaar. Dan laat de koffers inpakken en terug naar Sittard gaan. En 2-0. Is 2-0? Nog niet. Ach, dat nog. Zeikers. Aitor, nu. Door, jongen. Door, man. Bappo nu. Bappo! Bappo! Oh, ik word er niet goed van dit. Het kunstgras weer. Ah joh, wat er nou weer een overtreding, man. Kom op joh. Sta je dan met je vlaggetje omhoog? Ja. Kan dat geluid weer wat zachter, dankjewel. Ja, jongens. Aitor. Boeren. Hulsjer. Ah, oh, naast geschoten. Wat keurig gedaan door Hulsjer, hoor.
Ricardinho, ja, kwam in. Niet hard. Ricardinho. En nu Vecinda naar voren. Papo, Smit, Aitor. Ja, weer er niet langs, Smit. Ja, overtreding, goed gezien door Van Boekel. Dan gaan ze weer boeren. Ah, mooi weggezet nog. Ja, goed weggeschoten door de keeper. Ricardinho. Ricardinho. Papo. Brahma. Ja, nou, het is rust. Tot zo, jongens.
Ik ben er weer, jongens, tuurlijk. We zijn er weer. Ja, tuurlijk kan je Twente zien. Wat dacht je? Dat ik hier ninja's op stream. Dus ja, jongens, abonneer allemaal. Er staat in de... Allemaal abonneren, jongens. Je naam komt in beeld. En we zijn weer begonnen. Oh. God, we zijn alweer begonnen. Afvallende bal. Weg. En nu. Door. Door. Ach. Aito stond vrij, jongen. Kom op. Geef me nou geen stress deze avond. Dat ik al lang weer heb. 0-1 voor Twente. Ja. Dat. Kijk. Weet je, als het 0-1 voor Twente wordt, dan heb ik er helemaal geen problemen mee. Maar pas op dat je niet jezelf gewoon de problemen in gaat werken. Maar weet je, Twente moet gewoon zorgen dat het zichzelf blijft. Geen probleem. Aitor. Er komt toch wel een keer een kans, joh. Boeren. Smit. Bappo, iets achter hem meegespeeld. En nu moet hij zelf ook meer loopvermogen meegeven. Bappo. Links Hulsje mee. In het midden Boeren. In de punt Boeren. Bappo. Po. Ja, even terug. Ricardinho. Hulsje. Bappo. Ah, jongen, jongen, jongen. Goh. Ja, je kan hier niet goed van worden. Steeds die bal maar weer over de achterlijn, joh. Het is zo jammer, hè, jongens. Aitor, keeper trapt hem weer uit. Bappo moet verdedigen. Ricardinho ook. Ricardinho. Ja, die is een beetje slapjes in die duels. Ricardinho. En nu, zelden rust. Ja, in het midden staan er veel vrij. Snapvangers, Brusselaars. Ja, Smit onderschept goed. Smit. Smit, heel technisch. Ha! Tjonge, jonge man. Ah. De hele tijd die bal maar weer op het middenveld. Speel die bal naar voren, goed zo. Ja, Bappo nu. Kleun je erin, laat je gewoon vallen als het moet. Hulsje, voorzet. Boeren nu. Ah, weer niet, man. Kom op, jongens. Zie positiviteit ervan en je moet doorgaan. Ja, dat is echt typisch dit niveau. Door het midden spelen, speel dat nooit meer. Hoeveel denk je dat Twente wordt? Ik weet het niet. Ze kunnen ook gewoon verliezen vanavond, hoor. Echt waar. Het is niet echt de beste dag. Ik heb maar 2 wins vandaag gepakt met Fortnite. Iets van 20 potjes gespeeld. We hadden dus van 7 kunnen winnen of zo. Ja, ook dat is weer mislukt. Ja, onze 1050 gaat vandaag wel in handbereik komen. Dus ook dat is goed. En nu Twente er misschien uit. Hulsje. Als Twente vaart maakt, kan het eruit. Aitor. Ah, die moet. Ah, weer is die bal uit geweest. Ja, doeltrap. Ook dit krijg je weer, hè. Dat. Die dingen van... Dat die bal weer net doorgeleid op kunstgras. Zie, hij legt die bal neer. Dus je weet dat hij hem kort gaat spelen. Nou, dit soort dingen ook. En nu? Ja, dit zijn slappe duels die je ingaat. Ja, dit zijn inderdaad de slappe duels die je ingaat. Snapvangers! Ja, die bal kan er zomaar ingaan. Als hij hem iets wat subtieler raakt, dan zit hij er zo in. Hier. Ja, hij hoeft hem maar goed te raken, hoor. Drommel. Bal naar voren spelen. Drommel nu. Geen fouten maken. Geen fouten maken. Ricardinho. Goed gedaan. Bappo. En de bal naar voren. Boeren. En nu Bappo. 1, 2, 3, 4. Aitor mee. Smit mee. Boeren mee. Smit. Smit. Schieten, jongen. Ah. Ach. En nu?
Ramos? Ja, ook niet. Aitor dan? Aitor, vrij, boom! Ah, weer geblokt. En nu? Nou, counter is er wel uit, maar... Aanval zit er nog in. Bappo. Ah, die kreeg hem niet door de benen bij Vecinda. Jammer. Heel jammer. Dit soort dingen ook. Twente krijgt kansen, jongens. Geloof mij, Twente krijgt echt veel kansen. Helmond Sport speelt niet echt... Speelt niet echt op de voorhoede. Die spelen meer... die spelen juist op de voorhoede. Dus achterin gaan de gaten vallen. Geen hoekschop? Nee. Gewoon een inworp. Ja, dan kan je ook iedereen mee naar voren sturen. Als ik... Die was boeren moet doorkoppen. Naar Bappo nu. Ja, die bal die wordt nog raar weggewerkt. En nu, Brahma. Ja. Ja, goed ingekleund. En nu, Salve. Goed gedaan. Weggekopt weer. En weer weggeschoten. Waar is Assedi? Geblesseerd. En niet fit. Dus als die blijft. En als die er weer in is, dan heb ik tenminste weer een leuke wedstrijd. Nu 5 tegen 2. 5 tegen 3. Smit. Ah, ja, nu weer hoekschop voor Twente. Wel goed uitgespeeld. Net niet goed afgemaakt, jongen. Er moet iemand die bal afdrukken. Dat slaat toch helemaal nergens op als je niet een keer schiet, jongen. En gewoon een keer schieten. Die keeper die is heus niet heel goed. Ik heb wel respect voor hem. Maar hij is heus niet heel goed dat hij zomaar naar het doel, naar het kruisinghoekje duikt. Bal komt. Boeren kopt. Ramos. Ja, die bal wordt weggewerkt. Zelfde rust. Ja, nu wordt het gevaarlijk. Als hij aan de bal is, is het altijd gevaarlijk. En nu. Brusselus. Ja, goed verdedigd op Rama. En weg die bal, drommel. Keurig. Smit. Twente moet oppassen. Ja, die bal wordt door het midden gekopt. Ja, en nu. En nu eruit, jongens. 3 tegen 2. Rechts meegeven op Aitor. Aitor, vrije kans. Aitor. En die keeper heeft hem. Ach, jongen, toch. Zo kan je toch een aanval uitspelen. Dit is toch werkelijk bizar. Hoe slecht je een aanval uitspeelt. Eerst kan je meegeven op Boeren. En wat doet Aitor? Die speelt hem te ver voor zich uit. Oh, mijn god. Nou, dit zijn echt momenten dat je denkt van... Dadelijk pakken zij die... Pakken zij een doelpunt. Maar Twente kan er nog nu goed uitkomen als het gewoon slim speelt. Want Helmond gaat veel fouten maken, dat zie je ook. Ja, en ik had dorst, ja. Oh. Daar gaan ze weer. Ramos, werk weg. Salve ook. Aitor, goed gedaan. Smit, goed gedaan. Aitor, aannemen. Meegeven op Boeren. En die bal wordt weer teruggespeeld op de keeper. En je had druk moeten zetten op de keeper. Ja, nu is die bal uit. Kijk, dit zijn de dingen. Dat vind ik raar, want... Ja, je speelt die bal weg en Twente komt daar niet uit. Dit moet je makkelijk kunnen uitspelen. Dit gaat helemaal de kop kosten. We gaan vandaag gewoon een mooie doelpunt zien. Let maar op. Aitor, Ramos, Smit. Ach, mooie crosspaas op Bappo. Even goed. Ach, keurig aan Bappo nu. In de middenpoeren. Actie, reactie. Kom op. Bappo legt hem terug op Hulsje. Brahma. Smit. Aitor. Boom. Bal wordt weer geblokt. Brusselus. En die bal wordt naar voren geschoten. En nu moet Twente in de verdediging. Nou, in de verdediging deed het goed. Ja, jongens. Ik ben ook gewoon... Ja, nog één sub. Heb je lang gewacht tot Twente weer begon? Tot Twente weer begint. Ja, man. Bappo. Ah, goed meegegeven. En nu. Aitor daarachter nog. Voorzet van Ramos. En nu. Gekopt door Ricardinho. Ja, weet je. Zo'n ding. Ach, jongens. Dit moet je toch beter uitspelen. Dit zijn toch kansen. Echt. Maar je kan ook bij Twente kan je gewoon op de bank heb je nog Rashaan Fernandes van Feyenoord. Ik wil hem graag zien spelen. Ik wil hem echt graag zien spelen. Je moet hem er gewoon inzetten. Op dit niveau kan je hem juist laten groeien. Dit is gewoon waar Twente dagelijks moet trainen. En gewoon dagelijks zijn zin op moet zetten. Maar nee, ze zetten Boeren erin. Ja. En nu? Nout.
Goed verdedigd door González. Heel erg verdedigd door González. Ah, dat is Oscar weer. Nout. Brusselus. Oh, die gaat er net niet in. Ja, Twente gaat nu naar achteren kijken. En naar achter de speler. Doet het zo goed. Ja, is goed. Dankjewel, man. Zou willen abonneren, zou het ook top zijn. Iedere abonnee erbij is er weer één. Wat is de opstelling van Twente? González, Salveer, rechts Ramos. Op links hebben we Ricardinho, op middenveld Brama, Smit en Hulsje. Voorin hebben we Boeren, Bapo en Aitor. Dat is de opstelling. Gewoon uit mijn hoofd gezegd. Dus ja, het rommel met de uitrap. Ja, Twente moet echt 3 punten hier weten binnen te halen. Want dit is echt... Ja, het moet gewoon. Boeren, doorkoppend. Ja, als er een foutje ontstaat achterin bij Helmond, dat is wel vaker zo. Salve, ja, je moet niet te veel aanzetten. Ja, op het fysieke duel weet je het niet van Nout. Nee, geen inworp voor Helmond. Wat dacht je nou? Dacht je nou werkelijk dat het een inworp voor Helmond was? Ja, dat is een goede spits, die Nout. Sterk ook. Salve. Nu gooien. En nu door. Ach, Aitor, sterke jongen. Hier, hij moet je... Het is een verdediger die meekomt, man. Ricardinho kopt nog weg. Brama schiet hem ook weer weg, keurig. En nu Meijers. Salve tegen Brusselus. Oh, die wordt weggespeeld. Oh, goed weggekopt nog. Zelderust. Ja, het is 1-0 voor Helmond. Ja, het kon niet uitblijven. Dit is gewoon dom van Twente. Dit is gewoon zo dom van Twente. Oh. Wat doet Twente zichzelf hier aan? Helmond Sport, jongens. Waar praten we over? Ja, 1-0 achter, daar praten we over. Ach. Ja. Huh? Wat? Ook dat nog, ja. Het is, jongen, man, wat... Ik zeg ook al, waarom zet je zulke spelers op, man? Nee, die van Boekel hoort bijna dwars omver gelopen. Betrokken bij 2 goals. Ja, ik had het gezegd, die Virgil van Zelderust. Ja, Sam, nu juich je wel, maar weet je wel. Twente gaat gewoon terugkomen, hoop ik. En nu, Aitor, Smit. Twente weer in de aanval. Smit, mooi meegeven. Aitor, nu door, jongen. Schieten. En weer die keeper. Ik krijg gewoon een hersenschudding van die keeper. Ja, weet je, het is wel leuk dat Helmond een keer voor staat. Maar het mag niet gebeuren vanavond. Ja, harder inschiet, jongen. Het is kunstgras. En nu Nout. Ja, Van Boekel, nu fluit je wel voor, hè. Kan het begrijpen. Ja, als Twente hier 2-0 achterkomt. De Twente moet nu echt iets gaan doen. Het heel snel een aansluitingstreffer maken en dan een doelpunt. Heel snel een aansluitingstreffer. Want het is belachelijk. Had je zoveel kansen verspeeld? Ja, als deze erin vliegt, jongen. En Drommel weer slecht gekiept, hoor. Jong Oranje en dan dit, jongen. Je laat je toch niet passeren door zo'n schot. Die moet je toch gewoon hebben. En nu wordt het een afstandsschot. Dat zie je ook al. Afstandsschot. Boom! Van richting veranderd. En Drommel heeft hem. Nu moet je naar voren. Nu naar voren, jongen. Gaat hij nog wachten? Ach, weer helemaal. Ja, ik wil helemaal twee Feyenoord logo hebben. Ja, maakt niet uit. Helmond Feyenoord, maakt helemaal niet uit. Aitor, meer naar voren, boys. Je moet passie tonen om naar voren te spelen. Bapo nu. Bapo, 1-1 met Vecinda. Bapo. Nou, weer niet, jongen. Weer niet. Hij zegt laatste keer, hè. Ah, die keeper is een goede keeper, maar je moet toch fucking hard omver schieten, jongen. Ik kom van Helmond. Fortuna 3-0 achter, opa? Ja. Godsam. Dat nog.
Ja, Den Haag moest een keer winnen. Ja. In de Eredivisie ben ik voor Feyenoord. Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, je bent ook voor Helmond. Dus er klopt iets niet. Ja, oké, Dort. Oké, laat maar. Brusselers, wel weggewerkt door Salve. Je moet, juist op dit soort punten moet je aanhaken. Vorig jaar had je nog een heel ander team met de Holla, Jensen, Vukic. Als die hier blijft, dan schrik ik me gerot. Als Asaidi, Vukic blijft, die twee jongen. Als die twee blijven, dan begrijp ik er niks meer van. Nou, volgende week naar Roda, jongens. Thuis tegen Roda. Dus dat wordt ook weer een uitputtingsslag. Aitor. Dat is misschien echt gras. Aitor. Brahma. Ramos. Weer doorgekopt. Hulsje nu. Weer niemand naar die bal, jongens. Dit is echt al niet om aan te zien. Alsjeblieft, wissel Boer en gooi Rashaan Fernandes erin. Of gooi iemand anders erin. Weet ik veel wie je erin gooit. Maar gooi er een speler in. Gooi Maria erin. Dat is nog beter. Of ja, maar kunstgras, dat is gewoon een punt. Daar kan Twente niet op spelen. Dat is gewoon jammer. Nu weer Zelderust. Zelderust, een hele slimme en een snelle bandige speler, hoor. Jurgen, jongen. Maar ja. Aitor nu. Ja, die doet dat slim. Door die bal over de zijlijn te spelen. Ja, als Helmond hier wint. Nee, Helmond mag hier gewoon niet winnen. Twente moet minimaal punt binnenhalen. Wilt bovenin een goed meedraaien. Gaat Twente promoveren? Ja, dat is de vraag. Het is nog een half uurtje om die 6-3 punten binnen te halen. En 6 punten op de ranglijst te pakken. Nu, Smit. Ach, jongen, dit zijn de fouten waar je juist van moet profiteren. En nu ga je zelf de fout en hun profiteren ervan. Nout, als die hem goed meekrijgt, is die erdoor. Nee, goed verdedigd door González. Ja. Brahma. Smit. En nu, technische mannetjes, doorgaan. Midden mee Smit. Bappo nu. Hulsjer. Ja, Brahma nog. Boeren. Hulsje schieten. Ach, jongen. Ik word zo agressief van dit. Hè. Ik ken je zo niet tegen dat je de stream aan bril gaat. Zeker door met Twente streamen. Dankjewel. Ook al staat Twente achter, gewoon positief blijven. Gewoon positief blijven. Je moet altijd nog maar zien dat je de wedstrijd om kan draaien. 5 minuten kan het 2 doelpunten vallen. Dus maak je geen zorgen. Klopt. Dankjewel. In ieder geval, Ricardinho. Hulsje. Niet zomaar een crosspas geven als het niet nodig is. Deze was nodig. Aitor. Links, rechts. Aitor naar binnen. Aitor. Hulsjer. Oh, Smit. Wat doe je? Wat doe je, jongen? Ach. Ramos, voorzet. Ah, Vecina komt weg. Keurig. Kijk, die jongen vind ik echt een goede speler. Ik vind heel het team van Helmond wel goed spelen vandaag, hoor. Echt gewoon de complimenten naar Helmond Sport. Want ook die verdienen gewoon om vandaag gewoon een goed resultaat neer te zetten. Weet je, er is niks mis met Helmond. Alleen je moet Helmond gewoon niet onderschatten. En dat heeft Twente dus vandaag misschien wel gedaan. Maar het kan altijd nog terugkomen. Misschien onderschat het niet. Corner voor Twente. Bal komt voor van Smit. Ah, veel te laag, jongen. Ook dat weer, hè. Ja, Sam, misschien heb jij je avond wel. Maar als het een punt wordt, dan is het toch ook niet verkeerd. Maar jullie willen 3 punten tegen Twente. Dat kan ik begrijpen. Maar iets zachter ook, want anders is het echt wel hard. Aitor. Oh, door. Ja. Daar gaan ze weer. Ginda. Ja, Roda JC volgende week afmaken. Bappo. Ricardinho. Bappo. Smit. En nu. Ja, weer naast geschoten. Het is toch belachelijk dit. Nou, volgende week tegen Roda wordt het ook lastig, hoor. Thuis. Geloof mij nou maar. Helmond uit wordt lastig, maar het zie je, dit soort pogingen. Op echt gras zou hij erin gaan, op kunstgras gaat hij er weer niet in.
Dat is het nadeel om bij hem op te spelen en dan bij iedere club in de Jupiler League te spelen. Keukenkampioen divisie, weet ik veel. In de keukenkampioen divisie, jongens. Wissel de plaats in de ploeg bij Emmen. Edwards gaat eruit voor in de plaats komt nummer 14, Zwanen. Oké, leuk. Heel fijn. Toppie. Zwanen komt erin. Wanneer gaat Twente wisselen? Ja, dat weet ik nog niet. Ik hoop wel zo snel mogelijk dat het er iets meer gaat produceren. Om maar zo te zeggen. Twente moet meer gaan doen, jongens. Anders heeft het echt geen nut. En nu. Verdedigen. Ricardinho, bal richting Boeren. Goeie onderschepping. Ja, je ziet ook dat Emmen wat beter in deze wedstrijd zit ook hoor. Omdat het thuis speelt. En omdat het gewoon, ja, het zit aardig vol hoor bij Emmen. Ook omdat het tegen Twente speelt natuurlijk. Zijn die kaart is dit is het duurste kaartje. Niet voor Roda, maar voor Twente. Net zoals Sparta. En Roda, daar betaal je dan wat duurdere kaartjes voor. Brama. En nu, Hulsje, meegeven op Bappo. Bappo, nu je actie inzetten. Ja, de scheids, hij wordt gewoon omver geduwd. Vecinda. Ja, goed, slechte bal naar voren. En nu in de handen van Drommel. Twente moet omschakelen. González. Oké. Klaar. Klaar. Twente moet zo snel mogelijk de wissel inzetten, want het heeft geen nut om op dit statement door te blijven voetballen. Echt niet. Gewoon echt totaal niet. Vecinda. En nu, Brama. Twente moet in ieder geval die top 8 eindigen. Dat het niet, dat het gewoon zo snel mogelijk promoveert. Liefst in de top 3. Maar ja, als het niet beter kan. Thuis moet je sowieso de punten pakken tegen die jonge teams. Ach. Fucking hell, man. Hier word je toch gestoord van. Hoe slecht kan je zijn, Boeren? Zo'n slecht bal geven. Oh mijn god, zeg, dit is echt niet normaal, jongens. Dit is echt niet normaal. Je had hem al vele malen eerder moeten geven op Bappo. Aitor staat helemaal vrij. Wissel die Boeren, alsjeblieft. Ik had zoveel verwachtingen van je, jongen. Ja, Brama kan niks aan die handsbal doen. Goed ingeschat door. En nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mee. González. Ai, 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 jongen. Je ziet ook dat het gewoon soms helemaal fout gaat. Ja, ingooien snel. Wissel. Ja joh, scheid, laat doorgaan man. Hulsje. González. Hulsje. Goed, en nu open draaien. Weg, weg uit door. Ha, slecht. Ja, naas, jongen, jongen. Ricardinho. Goed gedaan. Bappo nu. Gaan ze winnen van Roda? Ik hoop het. Nu, Bappo. Aitor. Ja, en weer die keeper. Het is weer die keeper. Ja, 1-op-1 kan je makkelijk hopelijk verschalken, maar ook hij is gewoon goed bezig, die keeper van Helmond. Speelt een prima wedstrijd. Ja, hij heeft geluk dat er geen schoten op hem gericht worden, hè. Schoten op hem gericht worden, dat is gewoon een punt. En ja. En weer een overtreding. Ja, González, oppassen met dat soort dingen, jongen. Oppassen met dat soort dingen. Ja, je komt gewoon met hoofd in. Het is gewoon een bekante kopstoot.
Ja, Twente moet echt gaan wisselen, want ja, Robbie Alvle, trainer van dinges, van Helmond Sport, die nog even de coach en de aandacht erbij richt. Kijk, tuurlijk heeft het vandaag Twente gaat denk ik ook wisselen. Ja, Twente gaat volgens mij wisselen, ziet het ernaar uit. En dan gaat het er eentje inbrengen. Nou, in ieder geval gaat Helmond wisselen. Wissel in de plaats van Helmond. Snepvangers gaat eruit. Goede wedstrijd gespeeld. En in zijn plaats komt met nummer 23 Sprankers. Die speelde volgens mij bij NAC. Was het ja. 100% zeker was het NAC. Dus ja, jongens, like, abonneer, subscribe, ben erbij altijd. Morgen weet ik echt niet zeker. Dus ik ga jullie ook geen zekerheid voor morgen geven. Maar als ik misschien morgen live ben, wat 9% de kans is. 9 van de 10 niet is, dan ben ik er wel voor jullie. En dan ga ik ook gewoon voor het uiterste. Maar morgen is er ook Pek Zwolle PSV. Heb je morgen. En je hebt morgen. Even kijken. Ajax. Ja, Ajax. En nu Bappo. Meegeven. Hulsje. Schot. En weer die keeper. Je schiet gewoon recht op die keeper af. Jongen, jongen, jongen. Twente op achterstand wist de laatste 5 duels niet te winnen. Waarin het de openingstreffer tegen kreeg. Gelijk 8 verloren, 27 verloren. 27 in de Eredivisie al verloren. Het is toch bizar? We hadden ook maar 1. We hadden er 2, we hadden er 3. Ik weet niet hoeveel er al gewonnen. We hadden maar een paar gewonnen hoor. We hadden denk ik 8 gelijk gespeeld of zo. Dus ja, ook dat is weer een typisch puntje voor mij. Dat het gewoon jammer is dat het zo slecht is gegaan vorig jaar. Het heeft niet de middelen gehad om door te gaan. Ja, het heeft de middelen inderdaad niet gehad. Joop Benneweer, ja, weggeschoten door González. Ja, Helmond heeft een leuke avond zo. En Twente wisselt ook niet, dus dan kan het ook een leuke avond tegemoet krijgen. Uit bij Helmond, kom op man. Uit bij Helmond. Je wordt hier gewoon helemaal afgemaakt, bekant. Het staat nog 1-0, maar het had er 2-3-0 kunnen staan. Ze hebben er 5 gewonnen Twente vorig jaar. Bizar slecht. Gewoon echt een bizar slecht resultaat. 5. Je moet er minimaal 12 winnen. Wil je gewoon op een normale middenmoot eindigen. 12, 13. Dat is gewoon een normaal resultaat. Maar 5. Het is net alsof je in de Super League speelt. Dat je er zo weinig wint. Ja, dat vind ik jammer hoor jongens. Smit. Overtreding. En Smit heeft hem weer. Smit gaat die lange bal geven. Richting van Boeren nu. Hensbal. Brama nu. Bappo. Nee, niet door. Hulsje. Ja, weer Boeren. Zijn lichaam erin, maar weer heeft het geen nut, jongen. Ja, weer loop je voor niks. Ja, er moet echt een fout ontstaan, want anders dan heeft het geen zin voor Twente om iets te doen. Dus ja. Nou. Weer een overtreding. Ja, van Boekel, die is niet echt. Wat het heet, goed voor Twente in het voordeel. Twente speelt ook gewoon slecht. Ja, die Ted van Leeuwen, die moet gewoon meer aanvallers halen. Doe je morgen weer, weet ik niet. Dus ja. Ach ja. Tering, derde strafschop alweer. Tweede. Voorzet. Ach, drommel, kom op. Goed geklemd wel. Gooi Maria en Pusic. Gooi Maria erin. Pusic, ja. Aitor, goed gedaan. En nu meegeven, jongen. Ja, oké. Midden staat Boeren vrij. Hensbal, scheids. Hens. Penalty. Ja hoor. Penalty voor Twente. Oké dan. Klaar, over. Penalty, lekker. Kijk, we kunnen nu terugkomen. En nu moet je hem maken. Zo krijgt het gewoon warm van. Had ik alweer de wedstrijd. Goeiedag, zeg. Als Twente deze niet maakt, word ik echt gek.
Ja, 100% handball. Ja, hij gaat met zijn arm naar die bal toe. Hij gaat gewoon zo, hij draait weg, maar hij gaat wel. Penalty voor Twente, jongens. En ik zei het toch, Twente kan vandaag gewoon bij Helmond winnen. Maar het moet eerst die strafschop pakken, weten benutten. Boeren, weer. Oh, gaat die keeper op de grond liggen. Geeft me nog meer hoofdpijn. Oh, tijdrekken, scheids. Klokje erbij. Tijdrekken, klokje erbij. Ja, weet je, hij moet gewoon in het doel gaan staan. En schiet hem dan gewoon dwars door die keeper heen. Nou, schiet hem gewoon liefst in de hoekje dat hij gewoon zit. Weet je wel? Ja, 100% penalty. 100%. Hier geef ik garantie voor. Hier geef ik echt garantie voor. Nu, 5 bedden, 2 halen, 6 betalen. Ja. Ja. Ja, die keeper die moet niet, gaat niet het veld uit hoor. Je hebt nu een penalty tegen, dus ga nou maar in het doel staan. En schiet zo hard als je kan. Geen spaan meer heel laat van die keeper. Niks aan de hand. Als Boer hem gaat nemen, moet hij erin gaan. Ik hoop het wel. Alsjeblieft, Boeren. Schiet hem niet mis. Ja? Doe het voor mij. Doe het niet alleen voor mij, maar doe het ook voor de gasten die voor Twente zijn. En doe het voor de supporters die mee zijn gekomen vanuit Enschede naar Helmond. Alsjeblieft, Tom. Maak hem. Dit is het moment dat ik je weer goed ga vinden misschien. Nou, ik vind je al goed. Maar gewoon weer een beetje totaal de rit kan krijgen. Tom Boeren achter de bal. Gaat hij hem maken, ja of nee? Alsjeblieft, Tom. Maak hem. Heb je de aansluitingstreffer? Tom Boeren? Lekker hoor. Keurig gedaan. 1-1 voor Twente. En nu gaan we door. Nu gaan we door. Hup, iedereen oppushen en doorgaan. Ja, keeper, nu sta je wel te kijken, hè? Te huilen en te balen en te schreeuwen en te schelden. Niks aan de hand. Goed gedaan, Boeren. Heeft keeper op het verkeerde been gezet. Niks aan de handje. Lekker. Kijk, 1-1 op het scorebord. Zo willen we het zien. En we willen door. We hebben nog 13 plus 2 plus 3 minuten, denk ik, extra tijd. Ongeveer een goed kwartiertje om nog een doelpunt te maken. Dat moet genoeg zijn. 1-2 had ik wel in gedachten. Scoorde 4 keer in zijn laatste 4 duels met Helmond Sport. Kijk, dat zijn goede statistieken. Keurig. Nou, Twente weer naar voren. Ach, jammer. Goede bal, Papo. Slecht aangenomen. Doorgaan, jongens. Doorgaan. Ik ben altijd zo bang als Twente een penalty moet nemen. Echt. Ik meen het je. Dat is gewoon zo veel spanning, hè. Zoveel spanning staat er op die ene schop van de wedstrijd. Zelfde rust. Oh nee. Weggekopt. Aitor. En nu. Bal naar voren. Ja. Nu. Door Aitor. Doorboeren. Ah, goed verdedigd. Keurig verdedigd door Meijers. Prima, jongen. Klasse. Virgil Zelderus, ja. En nu, Aitor. Mee. Smit. Ach, mooie actie. Smit. Overtreding. Ja, jongens, we gaan naar de 1060, 1100, daar gaan we naartoe. Dus als jullie allemaal willen abonneren, zou top zijn. Zou echt top zijn. Ja, het vrije trap. Vrije trap op de rand van de 16. Ja, dicht bij het randje van de 16. Iedereen abonneren, jongens. Helsje met de vrije trap. Of het wordt Aitor. Het wordt Aitor. Die bal, die komt nog. Afvallende bal. Is voor Ricardinho. Hulscher. Voorzet, jongen. Voorzet. Boeren. Ah, jammer. Sterk in de lucht blijven hangen, maar niet goed gekopt. Oh mijn god. Is die er weer uit, die stream? Nee, ik weet niet. Ja, is goed. Het is goed, jongens. 27 kijkers. Oké. Gaat goed. Ja, jongens, iedereen abonneer, kom met je naam in beeld. Brahma, nou verlies dat kopduel.
Ja, druk zetten. Hoog druk zetten. Bapau, jij ook. Op die Mechinda. Vecinda. Ricardinho. Verdedigen, jongen. Heurig verdedig. Kijk, dat zijn goede tackles. Door. Hai. Ja, keeper, pak hem maar, drommel. Pak hem maar. Heurig gepakt. Je hebt geabonneerd. Nou, dat is mooi. Is er al gewisseld? Nee, er is nog niet gewisseld. Ik denk dat Pusic zo meteen gaat wisselen. Of er staat nu eentje langs de kant. Dat kan ik nu meteen zien. Ah, die camera gaat niet naar de kant toe gedraaid worden. Maar misschien is het in de last minute. Of er wordt nu nog een doelpunt gemaakt. Ricardinho, Bapo. Bapo, actie, reactie. Snelheid, snelheid. Bapo wordt onderuit gehaald. Brahma. Ja, jongen, scheids. Nu toch weer wel. Hulsje moet mee verdedigen. Ja, goed gedaan. En nu, doorgaan. Aitor, maak versnelling, jongen. Keurig. Door, boer in het midden. Smit ook mee. Aitor, links, rechts. Aitor, oh, die bal schiet voorlangs. Oei, 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 oei. Dit zijn toch de grote kansen waarvan je het moet hebben. Dit zijn de kansen waarvan Twente zich moet laten zien. En zijn sterke kant laten zien. Och. Gevaarlijke poging hoor. Jongen, jongen, jongen. Netjes gedaan. Kom op, boys. Jullie moeten doorpushen. Alsjeblieft. Ach, gaat er weer eentje op het veld liggen. Geef me niet nog meer hoofdpijn. Goed zo, jongen. Sta op. Sta alsjeblieft op. Nou, Twente speelt daar redelijk goed, dus. Het is wel zo. Twente speelt redelijk goed. Bapo eruit. Voor. Voor wie gaat hij eruit? Voor Maria? Nee. Ja, nee, ja, nee. Barasja van anders misschien. Voor Oosterwijk. Oké, een spits. Oké, die had ik eerder willen zien voor Boeren. Nou komt Oosterwijk erin. Ook. Nou, het wordt leuk. Misschien wordt het nu nog wat fijner. Want Oosterwijk kan goed afmaken en goed koppen. Misschien gaat hij een doelpunt maken. Ja, die Oosterwijk. Kan zich bewijzen. Kan zich nu de baas in gaan spelen. Salve. Oosterwijk moet die kopduels gaan gaan. Ah, kom op jongens. Sterker inkomen. Gele kaart. Gele kaart, ja. Gele kaart voor... Wie was het? Even kijken hoor. Volgens mij was het Ramos. Nee, González was het. Ja. Wie gaat eruit? Bapo ging eruit. Oosterwijk kwam erin. Oosterwijk is voor de voorhoede. Tuurlijk. Ja, González heeft een gele kaart gehad. Oh, oh. Ah, oh, keurig drommel. Goed geklemd. Ik dacht eerst dat die bal er in één keer in zou vliegen. Wie gaat eruit? Niemand. Zou Twente nog een last minute goal maken? Dat deed het ook bij Groningen uit. Toen werd het 3-0 voor Twente eerst. En toen stond het 3-3. En uiteindelijk werd het 4-3. En wie maakte hem? Oosterwijk. Wie scoorde tegen PSV uit? Oosterwijk. Aitor nu. Aitor, links-rechts jongen. Links-rechts. Maak hem gek. Ah, die bal valt moet goed vallen een keer. Door. Ja, hoekschop voor Twente, nee. Geen hoekschop voor Twente. Bal komt. Doorgekopt. Smit. En. Daar gaan ze. Maar González moet verdedigen. Zelfrust. Oh god. Goed geblokt. Geen corner. Geen corner. Niks aan de hand. Niet gaan zeuren om een corner. Kan Twente nu niet goed gebruiken. Het is echt geen corner. Smit.
Hij doormidden. Ja, andere kant ook goed gespeeld. Keurig. Kom op jongens, naar voren met die bal, Ricardinho. Hulscher, meegaan. Doorgaan. Oosterwijk voorin. Ah, kom in die bal. Jonge, jonge, jonge. Vecinda. Brahma sterker. Ach. Nout. Ja, nu kan Helmut counteren. Gaat Zelderen scoren, dan is het 2-1. Zelderen. Oh, die bal wordt toch van richting veranderd. Anders zou hij er denk ik wel in gaan. Oh, González verdedigt nog goed mee. Een puntje bij Helmond. Ja, dat zou de stand niet echt erop beter maken. Maar ja, weet je. Je hebt dan nu wel even kijken. Dan staat Twente zesde. Als het gelijk speelt. Maar als het wint, dan kan het weer omhoog gaan klimmen. Dan staat het of derde of tweede. Dus ja. 26 kijkers, jongens. Ga goed. Een punt. Wat? Ja. Is goed. Dan gaan ze voorzet. En die bal wordt nog van richting veranderd. Valt hij nog goed? Valt hij nog goed? Nout! Oh, wat een redding van Drommel. Goeiendag, jongens. Goeiendag. Ja, ik wil het... Oh, Fox Sports... Twente moet eruit. Twente komt eruit. Ach, een dom hakje. Aitor. Oh, jongen toch. Dit moet je het begrijpen. Oh. Ja, jongens. Dit is niet... Dokkie. Nee. Doorgaan. Hulsje, Smit, goede bal richting González, Ramos, Aitor, bal erin pompen jongen, gewoon erin pompen. Zelderus doet toch alles om die bal te krijgen. En een hoekschop voor Twente, kijk, dit zijn de pogingen waar ze het van moeten doen. Als Oosterwijk nu goed komt, dan is het mooi. Nu inkomen in die bal en dat is mooi. Ja, goed gedaan. Oh, die bal wordt van de lijn gekopt. Het is niet waar. Oh, vasthouden, niet doen. No, nee. Oh, nee. Zelderust. Zelderust! Oh, een redding van Drommel! God! Allemachtig, dit had een kans voor Twente kunnen zijn! Oh. Eerst dit, dan dit, en dan die dropkick! Ja, hij stond op de lijn! Hij stond op de lijn. God almachtig, wat een redding. Voorzet. Krijg nou de tering. God almachtig, valt hij nog? Ja, weet je wat jongens? Ik ben wel klaar met de stream. Ik zeg ciao, amigos.